Maar Lou, hoe kijk jij tot nu toe terug op jouw seizoen? Nou, ik ben best wel blij met dit seizoen. Ja, de winter was best wel een beetje pittig namelijk, zo na Londen. Dat is toch weer, ja, dat was het spektakel waar je naartoe leeft. En als het dan ineens voorbij is en je moet weer beginnen, is best wel een beetje gek. En dus daar heb ik ook echt wel even over gedaan en even de tijd voor genomen. En, maar ja, wel met een beetje spanning dus dit seizoen ingegaan of dat, hoe dat dan eruit zou gaan komen na zo'n winter. Dus nee, ik ben met dit soort tijden echt behoorlijk tevreden. Ja, want je loopt heel veel wedstrijden. Heb jij dat nodig? Nou, dat komt eigenlijk een beetje doordat we dus ook gewoon meer wedstrijden hebben dit seizoen. Dus, er zijn meer wedstrijden bijvoorbeeld geïntegreerd waar ik dan voor uitgenodigd word. En wat hartstikke gaaf is, dus waar je gewoon heen gaat voor de lol ook. En er zijn veel 400 meter wedstrijden tussen gekomen. En die heb ik zeker nodig, want daar moet meerdere wedstrijden 400 meter lopen. Wil je hem een beetje goed onder controle krijgen. Dus hoe meer, hoe beter dit seizoen.